Maar als dan belangt als om uit te werken met hoeveel zal die evenwichtsproductie en inkomen stijgen, als daar een daling in belasting is van 200 en ons weer die grensverbruiksgeneigdheid is 0,8, dan kom en sê dan die daling in belasting is gelijk aan 200 en ons weer dat klein c is gelijk aan 0,8. Wat zal gebeuren met die vlak van productie en inkomen? Nou, ons weer die vlak van productie en inkomen is gelijk aan die vermenigvuldig met autonome besteding. En nou wil ons weer dat indien hier een verandering gaan plaasvind, hoeveel sal die verandering wees in die vlak van produksie? Nou, as ons die autonome besteding uitskryf, is dit gelijk aan autonome verbruik plus investering plus overheidsbesteding minus klein c t. En ons vermenigvuldiger sy waarde is gelijk aan 1 oor 1 minus klein c. So in hierdie geval, met gegeven die inlichting, die 0,8, weet ons dat die vermenigvuldiger sal gelijk wees aan 1 oor 1 minus 0,8 is gelijk aan 5. So ons weet as wat die waarde van die vermenigvuldiger. So ons weet ook nou, vir elke 1 rand verandering in autonome besteding, gaan ons 'n 5 rand verandering kry in inkome. Nou moet ons net bepaal, wat gaan hierdie verandering wees in ons autonome besteding. Nou, in hierdie geval is dit slegs belasting wat ter sprake is. Ons wil daar die hoeveelheid bereken, is gelijk aan minus c t. Ons weet klein c is 0,8 en ons weet dat die daling in belasting was 200. So ons eindig dus op met gelijk aan 160. As ons dus nou sê die verandering in inkome is gelijk aan die vermenigvuldiger maal die verandering in autonome besteding, sal dit wees gelijk aan 5 maal 160 is gelijk aan 800. So daar sal 'n stijging wees van 800 in die vlak van produksie en inkome.